Albert voor Kids workshop nummer 11. En wat gaan we vandaag maken? Zoutekeningen. En wat hebben we daarvoor nodig? Een zwart blaadje. Zout. Vingers. Je vingers. Een kommetje. En je hebt allemaal gekke figuren nodig. Zoals? Een voor schroevendraaier. Dit ding. En hoe gaan jullie vandaag te werk? Je pakt het blaadje en je doet er een berg zout op in het midden. Als je ongeveer zo'n bergje hebt, is het voldoende. Begin maar eens met je vinger en probeer figuren maar in het zout te maken. Het is leuk om soms tussendoor een foto te maken. Het enige wat van je kunstwerk overblijft is de foto. Als je graag iets nieuws wil maken, kan je het altijd weer op een bergje leggen. Nu gaan we een keertje de vork gebruiken voor figuurtjes te maken. Misschien is het wel leuk om jullie mes te gebruiken om het zout eens uit te spreiden over het papier. Nu is je vork en trek er maar mooie lijntjes mee. Allemaal leuke dingen, zoals je mes, je vork, je spatel, je schroevendraaier, wat je maar leuk vindt. Mooie patronen, maak er dan een foto van. Want het kunstwerk zelf kan je natuurlijk niet bewaren. Als je een leuke foto hebt, stuur hem dan op naar Albert voor Kids.